Onze eerste gast, Dennis, hoopt dat zijn date vanavond verder kijkt dan zijn uiterlijk. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een idioot. Nee, maar ik ben wel een echte levensgenieter. Ik ben een heel sociaal mens, al zie ik er natuurlijk niet zo uit door al mijn tattoos. Ik zou me gewoon beschrijven als een hele lieve, loyale vent. Hallo, Dennis. Hallo. Welkom. Ja, met mij gaat alles goed. Lief dat je dat vraagt. Ja, zeker. Moet wel sociaal zijn, hè? Ja, altijd sociaal. Ik merk toch dat vrouwen tattoos aantrekkelijk vinden, maar dat is ook tegenstrijdig. Want ze hebben heel vaak, wanneer ze me zien, een indruk van oh, hij is gevaarlijk, omdat ik bijvoorbeeld mijn nek heb getatoeëerd of mijn hoofd. Dus het is ja en nee. Het is tegenstrijdig. Totdat ze me leren kennen en dan zien ze van oh, dat is een lieve jongen. Hallo, man. Hallo, Victor. Ga lekker zitten. Luzie. Goed. Met jou? Ja, best. Doe mij een cola, alsjeblieft. Dat is goed. Vandaag ben ik goedkoop. Hey, je komt echt uit het zuiden, zo te horen. Ja, uit Roermond. Roermond? Een echte Limburger. En wat voor werk ben jij? Afgekeurd. Echt waar? Ja. Wat is er gebeurd, joh? Concentratieproblemen gekregen. Ik ben 11 minuten dood geweest. Dus is de cortex afgestorven en dat... Dan loop ik behoorlijk mee in de knoei als ik bijvoorbeeld echt moet werken. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het gaat mis. Qua intelligentie ben ik gelukkig niet achteruit gegaan. Alleen qua werk en zo, dan merk je wel een beetje lompigheid, gaat het mis. Kan de concentratie er niet goed bij houden. Maar je leert er mee leven, hoor. Of het tot data en relaties een rol speelt, niet echt. Ik heb alleen veel vrije tijd. Want de meeste mensen die werken bijvoorbeeld 40, 50 uur per week. En dat heb ik dan weer niet. Wat past er een beetje bij jij dan? Tuig. Nee. Tuig? Nee. Een beetje pet. Lief natuurlijk, loyaal, ja. Familiemens. Moet graag tijd willen doorbrengen met de partner natuurlijk. Ja. Dat is heel belangrijk, een band op te kunnen bouwen. Zeker. Dus, het allerbelangrijkste voor mij is, het moet geen VVD'er of D66'er zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Want die politiek tegenwoordig, dat is om te huilen. Raquelle is lief, luidruchtig en helder in wat ze zoekt in een man. Ik zoek de Rotterdamse klootzak. Gewoon net no nonsense. Ik heb geen zin in gezeur of wat dan ook. Ik wil thuiskomen wanneer ik wil. Ik wil weggaan wanneer ik wil. Hallo Raquelle. Hi. Hi. Hallo, goedenavond. Fijn dat je er bent. Ja. Ja. En zo'n Rotterdamse klootzak. Niet dat hij echt een klootzak is, want hij is voor mij hartstikke lief. Maar voor de rest niet. En dan moet je gewoon een ruige vent zijn. Hi. Hi. Zou ik me voorstellen, Dennis. Knapste man van Roermond en omstreken. Hebben ze jou helemaal voor mij gestuurd? Wat leuk. Ja, super. Zeker. Dank je. Ik zou je bedanken. Ze dachten, stuur maar eens een engeltje in plaats van een duimeltje. Ja. Maar echt? Ja. Ik kwam binnen, toen zag ik mijn date voor het eerst. Ja, toen had ik al een beetje, het is niet helemaal mijn type. Dus daarin, ik sta altijd open voor een gesprek. Want je weet nooit, je mag nooit op de kaf van een boek afgaan. Maar waar kwam je vandaan dan? Roermond. Roermond. Een echte Limburger. Ja, echt. Hoor je toch al een accent? Ja, een beetje wel. Maar als Rotterdammer, dan mag je dat eigenlijk niet. We kennen alleen ons eigen stadje. Klopt. Toch? Mooie stad. Ja, mooie stad. Mooie rotstad. Hey, proost. Salute. Ja, proost. Proost. Salutie. Ja, ik vond wel, ze had wel haar best gedaan. Ze zag er gewoon normaal uit, zeg maar wel. Haren leuk gedaan. Kom maar, jullie tafel is klaar. Dat is goed, toppie. Yes, kunnen we eindelijk gaan eten. Ja. Hoe ben je gekomen? Met de auto dan? Of? Ja, ja. Was ver rijden? Twee uurtjes. Ja. Twee uurtjes. Ja, gelukkig vermaak ik mezelf heel makkelijk in de auto. Muziek aan. Ja? Zitten. Wat voor auto rij je dan? Zelf rij ik een polo. Polootje, ja, dat is een leuk. Niet bijzonder, maar... Ja. Ja, auto is auto. Ik rijd BMW. Mooi. Maar echte BMW-rijder. Dus. Echte BMW-rijder. Ja. Niet de asociale variant, toch? Ik zeg niks meer. Ik durf al bijna geen ja te zeggen, maar ja. Een asociale klootzak. Ik rijd graag door. En ik zal niet in een woonwijk als een idioot rijden natuurlijk. Want ik wil niks op mijn geweten hebben. Maar ik ben wel echt een beetje een doorrijder. Een asociale natuurlijk, hè. Ja. Dus, ben je een beetje op je gemak? Ja, dat sowieso. Maar het is wel nieuw. Ik heb nog nooit zo voor de camera gestaan. Nee. Kijk, ik ben wel bekend op Snapchat. Daar film ik mezelf en zo. En dan een beetje vloggen, maar... Maar wat voor content maak je dan? Wat doe je? Ik film gewoon meestal eigenlijk mezelf. En ik ben gewoon een lolbroek. Ik heb altijd wel commentaar en zo. Dat merk je ook wel. En, ja. Het is grappig, want ik doe dat op TikTok. TikTok? Ja. Ik weet niet. Ik vind daar niks aan. Ik weet niet. Ik ben meer van Snapchat of op Facebook of Instagram zetten. Ja. Alleen helaas zijn overal mijn accounts verwijderd, behalve op Snapchat.
Maar waarom zijn ze verwijderd dan? Omdat ik kritiek heb op de regering en op corona had ik kritiek. Ja. En dat duiden ze en dulden ze niet. Ja, dan word je gauw geband. Ja. Vervelend. Ja. Ben jij tevreden hoe het in het land gaat? Wat zeg je? Ben jij tevreden hoe het in het land gaat? Kijk, ik doe gewoon mijn eigen ding. Dus ik ben heel erg opinieloos, laat ik het zo zeggen. Oké, opinieloos. Ja, ik hou me als witte vlag, weet je, een beetje erbuiten. Ja. Ja, dat heb ik vroeger eigenlijk altijd gedaan. Maar toen gegeven moment met corona, toen ben ik eens meer de politiek in gegaan. Mm. Ik ben geen voorstander van vaccinaties. Laat daarop houden. En in mijn ogen, het kabinet wat we nu hebben, dat is gewoon Nederland aan het vernietigen. Kijk maar, wat vroeger alles was goedkoop. Nu komt het zogenaamd door de inflatie, maar... Ja. Om te huilen. Nederland was echt een mooi land vroeger, maar nu... Ik ben er echt niet meer trots op. Maar wat stem je dan zelf? Thierry Baudet, Forum voor Democratie. Die man is... Ja, ik kan het niet beter verwoorden. Die heeft gewoon mijn gedachten gaan. Met alles. Ik ben alles. Ik kan niks slechts over die man zeggen. Ik ben wel gewoon gevaccineerd. Ja? Zelfs. Ja hoor. Ja. Ik ben als kind zijn heel erg ziek geweest. Oh. En ze dachten dat ik de 20 niet zou halen. Oké, hoe kan dat dan? Wat? Astma, bronchitis, dus mijn longen. Groot probleem. Ze dachten dat ik thuis slijmziekte had. Dus ik ben veel in het ziekenhuis geweest. Ik had heel erg astma bronchitis. Dus mijn longblaasjes die zeiden gewoon af en toe... Zoek het maar lekker uit. En die klapte dicht. En dan kon ik geen adem halen. En dan liep ik gewoon paars aan. Dus daarin heb ik ook heel veel gemist. Aan jeugd zijn, aan jong zijn. En ik was altijd moe en altijd niet lekker. Ik was altijd aan het spugen en altijd op bed. En toen ben ik ook heel veel injecties gehad en noem maar op. Dus ik heb een andere kant ervan gezien, denk ik. Mijn moeder in de zorg werkt. Nou, de vrouwen tegenwoordig, die zijn... Kijk, ze zijn niet allemaal zo, hè? Dat wil ik wel even erbij zeggen. Maar de meeste die ik ken, als je een goede baan hebt en niet genoeg staan te verdienen, dan ben je al oninteressant. Die zijn carrièregeld, zeg maar. Ja, snap wat je bedoelt. Alleen leef ik wel tegenwoordig bij de woorden met wat ik te bieden heb, vraag ik ook. En dat... Ja, tuurlijk. Je moet jezelf niet onderwerpen. Snap je? Dat is een beetje het ding. Ja. En weet je, als ik een connectie zou hebben met een gozer die geen baan heeft of wat dan ook, dat zou ik niet zozeer erg vinden. Maar het beperkt me wel op een deel, snap ik bedoel? Ik hou er ook van op uitgaan en dit en dat. Hallo, ik ben Dennis, ik heb geen baan. Nee, maar in principe... Nee, ik snap je wel, zeker. Ik hoef niet chic uit eten of wat dan ook. Dat boeit me niet, zeg maar. Als we lekker wandelen over het strand en we hebben plezier daar. We kunnen een leuk gesprek hebben en we kunnen lol hebben. Wat dan ook. Dat is voor mij ook uiteindelijk het belangrijkste. Alleen, dus ik snap wat jij zegt. Ik denk dat er heel weinig interesse was naar mij toe. Maar vooral dat hij heel erg zijn eigen verhaal wilde vertellen. Nee, kijk, bijvoorbeeld, ik ben afgekeurd. Ik mag niet meer werken. Ik ben 11 minuten dood geweest. Dat zie je toch, ik heb een pan af. Nee, maar ik heb daardoor de cortex kapot. En ik heb daardoor zware concentratieproblemen. En kijk, als je dan bijvoorbeeld een vogeltje vliegt... dan ben ik bijvoorbeeld soms wel afgeleid. Dat is gewoon... Dat komt ook door die concentratieproblemen. Maar oké, je bent 11 minuten dood geweest. Ja. Waar was je? Vertel. Was een half uur na de geboorte. Heb ik mijn slijm opgeroest en ben gestikt. Dus het is niet aangeboren. Dus ik kan wel normaal functioneren, maar bijvoorbeeld met werk en zo, dat gaat helemaal mis. Maar wat zijn je doelen en je ambities dan? Huisman. Huisman? Huisman, baby daddy, ja, natuurlijk. Kijk, werk, dat gaat echt mis. Ik ben echt lomp. Als ik een kast in elkaar moet zetten, dat gaat helemaal mis af en toe. Echt waar. Ik ben heel intelligent, maar wanneer ik zoiets doe... Gaat mis, echt, dat gaat mis. Als je zou willen verhuizen of emigreren, waar zou je dan heen gaan? Rusland. Rusland? Ja. Gelijk? Gelijk. Nu ook? Ja, ik heb alles hier, dus nee. Maar als ik ooit mijn ouders of zo niet meer... Maar met zeg maar, wat er nu aan de hand is. Ja, ik ben geen fan van Europa meer. Oké. Kijk, oorlog keur ik af, altijd. Ja. Keur ik 100% af, ja. Maar ik kan me zeker wel met die fans vinden. Want ik bedoel, het Westen daagt gewoon uit en oorlog is niet goed. Maar ja, ik heb daar gewoon een andere blik op. Ja. Kijk, ik kom niet 's ochtends om 9 uur met mijn koffie omlaag en ik denk in één keer... Rusland is binnengevallen zonder reden. Er zit een heel verhaal achter. Dat gaat jarenlang terug en dat wordt gewoon overal niet verteld. En ik heb daar een hele andere visie op. De opmerking over dat hij in Rusland wil wonen. Terwijl hij in Oekraïne gewoon mensen, onschuldige mensen, gebombardeerd worden. En
Ik weet niet, ik vind dat zo kortzichtig. Ik denk niet dat zulke provocerende gedachten absoluut bij mij passen. En nou helemaal niet in deze wereld. Splitten we, neem ik aan, hè? Of gaan we afwassen samen? Weet niet wat we zullen doen. Of rennen. Kunnen ook. Splitten hem. Oké. Het moment van de waarheid. Ja. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Nee, ik ook niet. Nee. Ik vond het eten alles behalve gezellig. Sorry. Ja. Ja. Dank je. Ja, ik vond het ook niet leuk. Het leek wel een debat. Dus dat vond ik heel erg jammer. Ja, ja. De dingen die je zei vond ik nogal provocerend. Maar misschien, ja. Dat wil ik even aan je tegen zeggen. Dank je. Leuk vond. Ja, ik vond het wel gezellig. Dus ja. Ik kon wel lachen met je. Vooral het commentaar. Dus, ja. Ja, ik probeer het luchtig te houden. Laat ik het zo zeggen. Ja, daar ben ik heel goed in. Ja.